De auditie. Een hoorspel geschreven door Loes Moraal en gespeeld door Hans Veerman en Jan-Simon Minkema. Regie Nelleke van der Krocht. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u al een naam? Nee. Ook geen idee wat het zou kunnen gaan worden? Nee, ik zou niet weten. Nou goed. U weet dat u nu auditie gaat doen voor wat ik voor het gemak maar een hoofdrol zal noemen? Ja. U bent er zich van bewust dat deze rol zwaar is? Ja. Dat hij echt een heel leven omvat? Van geboorte tot de dood? Ja, dat weet ik, ja. Dat er veel van uw improvisatievermogen zal worden gevraagd? En dat ik dit hele leven nu met u ga doornemen? Ja, maar mag ik u even op attent maken dat ik geen draaiboek heb? Klopt. Er is nog geen draaiboek. Oh. Misschien komt het er zelfs nooit. Hè? U hoeft me niet zo verbaasd aan te kijken. U krijgt hier de eenmalige kans om uw eigen draaiboek te schrijven. Uw eigen tekst te maken. Ja, maar ik kan niet. U hoeft niet zo te schrikken. U zult merken dat u het best kunt. Oh. U bent tenslotte voorbereid, neem ik aan. En ik zal u helpen. Graag. Ik zou niet weten hoe ik beginnen moest. Dat weet niemand van ons. Maar gelooft u mij, dat gaat vanzelf. Ik zal het leven dat u nu in uw verbeelding gaat leven in stukken verdelen. Oh. Laten we zeggen dat u nu 10 jaar oud bent. 10 jaar? 10 jaar. Een kind van 10 jaar zit in de 4e klas van de basisschool, niet? Mm. Ik ben een redelijk goede leerling. Ik heb ouders en een broer. Hij is 2 jaar ouder dan ik en ik... Ik haat hem. Hij is handiger, hij leert beter, maar het is een stiekemut. Een vieze, vuile stiekemut. Altijd maakt hij mij zwart om zelf een wit voetje te halen. En mijn ouders, die trappen daarin. Iedere keer weer. Eigenlijk trapt iedereen erin. En ik wilde dat ik wist hoe ik ze kon laten zien dat ze het fout hebben. Dat ik een veel beter mens ben dan hij. Hij maakt mijn leven tot een hel. U bent dus niet gelukkig. Nee, ik ben niet gelukkig. De klassieke situatie. Kain en Abel. Wat zegt u? Nee, niets. Oh, ik dacht dat ik wat zei. Goed, u, 20. U bent nu 20. 20. Op je 20ste ben je natuurlijk gewoon verliefd. Ja, en ik ben dan zo verliefd dat ik aan niets anders kan denken. Op alles wat ik maar in mijn handen krijg, schrijf ik haar naam. Karin. Karin. En zij is verliefd op mij. Als ik met mijn studie klaar ben, gaan we trouwen. Mijn broer studeert in een andere stad, dus van die ellendeling heb ik geen last meer. Heerlijk is dat. Gelukkig. Oh ja, fantastisch. We gaan 10 jaar verder. U bent 30. 30. Ja? Dan woon ik samen met mijn vader en een huishoudster. Mijn moeder is gestorven. Ik ben niet getrouwd, maar mijn broer is getrouwd met mijn... Die vuile stiekem, het heeft achter mijn rug mijn Karin ingepalmd. Alleen maar om mij... Nou ja, dat is alweer 4 jaar geleden. Ik ben in die tussentijd oom geworden en leraar geschiedenis. En eigenlijk aardig op weg om een oude vrijgezel te worden. Nu gaat u natuurlijk vragen of ik gelukkig ben. Maar wat heet gelukkig? Mijn werk. Ik gooi me helemaal in mijn werk. In mijn werk ben ik gelukkig, maar... Geluk een zesje? Ja, om nou in het vak dat ik net gekozen heb te blijven. Maak er maar 5 van. Niet voldoende, maar ook niet onvoldoende. 40. Wat doe je op je 40ste? Even tussendoor, alstublieft. Ik begin me nou helemaal in deze rol in te leven. Het is alsof ik het zelf ben.
Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik u mijn eigen komende leven vertel. Dat is nou precies de bedoeling. Hoe echter, hoe beter. En je doet het prima. Ja, oh, ja. Dank u. 40 was 40ste, het, hè? Ja. Op mijn 40ste zit ik. Letterlijk. Mijn hele leven is tot voor kort overheerst en verpest door mijn broer. En dat mijn leven kapot was, daar kon ik nog wel overheen komen. Maar dat van Karin. Ik heb hem willen doden, mijn broer. Het is me niet gelukt. Veroordeeld wegens poging tot doodslag. Hij maakte het leven van Karin en de kinderen tot een hel. Hij zoop en... Ach, ja, laat maar. Karin was zover dat ze onder psychiatrische behandeling moest. En de kinderen... Ik kon het niet meer aanzien. Ja, eerst vond ik het vreselijk dat het mislukt was. En de ellendeling vrij rondliep en ik hier zat. Maar alles voor niks dus. Nou ja, voor niks. Je mag iemand natuurlijk niet naar het leven staan. Maar ik haatte hem. Oh god, wat haatte ik die man. Met Karin gaat het gelukkig weer goed. Mijn broer is na hun scheiding naar Canada vertrokken. Dus daar hoop ik echt nooit meer last van te hebben. Nog een paar maanden en ik ben vrij. Ik krijg uiteraard strafvermindering wegens goed gedrag. Hoe is het toch mogelijk? Altijd hetzelfde. In meerdere of mindere mate altijd de klassieke tragedie. Ze leren het nooit. Waarom kiezen ze altijd dit, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn? Maar nee, altijd haat en nijd en broedermoord. Ik vraag me af of dat ooit zal ophouden. Oh, neemt u me niet kwalijk. Ik dwaalde even af met mijn gedachten. Ja, vreemde vraag misschien, maar gelukkig? Nou, dat is niet zo vreemd, hoor. Het antwoord is ja. Ach. Ik heb hier heel veel tijd gehad om na te denken. Ik studeer zelfs psychologie. Begrijp nu alles ook veel beter. Vooral mezelf. Alle beroerde dingen brengen iets goeds mee. Altijd. Maar je moet het natuurlijk wel willen zien. Voor mij is het nog niet te laat. Mijn broer leeft gelukkig nog. Ik moet er niet aan denken dat ik een mens gedood zou hebben. Ik weet niet of ik daarmee zou hebben kunnen leven. Maar ja, toen lagen de zaken anders. Hoe staat het met je op je 50ste? Dan ben ik afgestudeerd psycholoog met een goed lopende praktijk. Ja, elders in het land natuurlijk, met het oog op mijn verleden. Hier weten ze nergens van. Hoop dat het zo blijft. Mijn werk. Ik zou het niet eigenlijk eens werk willen noemen. Laat ik het zo zeggen. Ik heb wat dat betreft mijn bestemming gevonden. Mensen te kunnen helpen bij het overwinnen en verwerken van hun moeilijkheden, hun complexen en frustraties. Ja, dat is zo fijn. Dat geeft zo'n voldoening. Ik weet tenslotte wat het is. En ik kan ze in veel gevallen behoeden voor wat bij mij destijds uit de hand is gelopen. Ik kan ze gelukkiger maken dan ze waren. Ja, dat is toch iets ongelofelijks. Is het altijd zo dat je pas als je eerst zelf in de diepste put hebt gezeten, in staat bent iemand anders bij de hand te pakken en hem uit zijn put te trekken? Ik kan natuurlijk geen vragen stellen. Neem me niet kwalijk. Ja, zo nodig. Met Karin gaat het goed. Ze heeft moeilijkheden met haar oudste zoon. Ja, vind je het gek? Gelukkig ligt de appel niet zo dicht bij de boom, maar toch. Ik help haar zoveel mogelijk. Heb aan de ene kant helaas en aan de andere kant gelukkig veel ervaring met mensen als mijn neef. Ach. Verleden laat je nooit los. Je kunt wel een nieuw leven beginnen, maar helemaal los? Nee. Dat zou ik eigenlijk ook niet eens willen. Kunnen we zeggen redelijk gelukkig? Ja. Zeker niet ongelukkig. Goed. Gaan we weer 10 jaar verder. Je bent nu 60. 60? Nou, ik word hier wel gauw oud, hè? Tja, 60. Nou, in mijn beroep betekent dat gelukkig niet dat je uitgerangeerd bent. Maar Karin en ik hebben veel plannen samen. Dus ik ga het wat het werk betreft wel wat rustiger aan doen. Ja, daar kijkt u van op, hè? Ik kijk nergens van op. Oh ja, dat had ik kunnen weten natuurlijk. Ja, het kan soms raar lopen. Zij was alleen en ik was alleen. En we houden nog altijd veel van elkaar. Daar verandert de tijd kennelijk niets aan. Inderdaad. Echte liefde is eeuwig. Ja. We wonen nu alweer bijna 5 jaar samen. Gelukkig? Ja, oh ja. En zeer tevreden. Mooi. Hoe is het op je 70ste? Op mijn 70ste ben ik weer alleen.
2 jaar daarvoor is Karin overleden. 13 jaar hebben we samen mogen leven. Dat is eigenlijk niet veel. 13 jaar echt gelukkig zijn als je 70 jaar leeft. Dat is nog geen 20%. Maar ik mop me niet. Er zijn zoveel mensen die nooit echt gelukkig zijn. Mooi. Moet ik nog vragen naar je 80ste jaar? Nee, want dan ben ik er niet meer. Juist. Dan zijn we dus nu aan het einde van uw auditie gekomen. Ik heb nog 1 vraag. Hij is eigenlijk overbodig, maar voor alle zekerheid stel ik hem toch. Vindt u dit een leven dat de moeite waard is? Oh ja. Zeker. U niet dan? Ik vind dat alleen al die laatste 13 jaar met Karin dit hele leven meer dan de moeite waard maken. Ik zou het voor geen goud willen missen als ik het voor het kiezen had. Aan het begin van deze auditie heb ik u niet gezegd dat ik na afloop direct zou beslissen of u kunt beginnen of niet. Ik zeg u bij deze dat u kunt beginnen. U bedoelt nu meteen? Zomaar? Ik ben bang dat ik dat... Er is geen enkele reden om bang te zijn. U kunt het. U heeft dat zojuist bewezen. U moet gewoon even diep ademhalen en doorzetten. Diep ademhalen en doorzetten. Dat is alles? Ja. Gewoon de sprong in het diepe wagen. Even doorzetten. Haalt u maar diep adem. Goed zo. Diep ademhalen. Mooi. Diep ademhalen. Prachtig. Goed zo. Ja. Doe maar, Carla. Je doet het geweldig. Kom maar in. Ja, knijp me. Kom maar. Doe maar. Het is een jongen. Weer een zoon. Onze Abeltje. Goh, wat zal Karel blij zijn met zijn broertje. U heeft geluisterd naar De Auditie, een hoorspel geschreven door Loes Moraal en gespeeld door Hans Veerman en Jan-Simon Minkema. Regie Nelleke van der Krocht, techniek Ton Prudon en Leo Knikman.